Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie al mijn tips en tricks zien over hoe je een cakey face kunt vermijden. Cakey face is een heel dik geplamuurd gezicht met heel veel make-up op. En het maakt je gezicht totaal niet mooier, het maakt het juist lelijker. Je kunt goed alle haartjes zien op je gezicht, je kunt al je rimpeltjes zien, al je poriën. Het is heel vettig, heel dik, dat is gewoon altijd wat iedereen niet wil. Maar veel mensen willen wel een hele dikke en dekkende foundation. Maar met dat soort foundations krijg je dus heel snel een cakey gezicht. Ik ga vandaag echt een van mijn meest dikke foundations gebruiken en ik ga laten zien hoe je alsnog geen cakey face kunt krijgen, hoe dik je foundation ook is. Dus ben je benieuwd hoe ik dit heb gedaan en al mijn tips en tricks? Dan blijf gewoon even kijken. Nou, dan gaan we snel beginnen met de video. Het eerste wat je moet doen, wat echt een van de belangrijkste stappen is, maar wat vaak wordt onderschat, is skincare. Hoe je je huid verzorgt maakt heel veel verschil in hoe de make-up erop zit en hoe je er aan het einde van de dag uitziet. Je hoeft helemaal niet heel veel te doen. Ik doe ook eigenlijk helemaal niks. Zorg gewoon voor dat je huid echt schoon is voordat je begint. Niet dat er nog een beetje foundation op zit of wat dan ook. En gebruik een dagcreme. Ik gebruik gewoon deze van de Kruidvat. Dit is gewoon een normale dagcreme, niks bijzonders eraan. En hij hydrateert, want mijn huid is droog. Dus vooral als je een droge huid hebt, gebruik een hydraterende dagcreme. En doe niet te veel op, gewoon normaal en wacht totdat het droog is. Ik heb de dagcreme opgedaan. De tweede belangrijke stap is primer. Gebruik een lichte primer. Gebruik geen hele dikke. Vooral als je echt problemen hebt met dat je gezicht er altijd heel cakey uitziet. Gebruik dan geen hele dikke primer. Ik gebruik deze van de Kiko. Dit is de Radiant Boost. Ook deze is goed voor een hele droge huid, want hij hydrateert. Het is een licht rozige spul en het is totaal niet dik. Je kunt hem zo uitsmeren, dan kun je ook zien dat hij niet dik is en hij hydrateert heel fijn. Dus ook dit is een hele belangrijke stap die je van tevoren echt moet doen, moet je echt niet vergeten. Ik breng altijd gewoon zo een paar stipjes aan op mijn wangen, voorhoofd, neus en kin. En dan ga ik het gewoon altijd een beetje uitsmeren op mijn gezicht. Het is ook handig om omlaag te smeren, want dan gaan alle haartjes op je gezicht mee omlaag. En dat zorgt er ook voor dat je huid er later egaal uitziet. Nou gaan we verder met foundation. Ik gebruik mijn Estée Lauder Double Wear Foundation in de kleur 3 en 2. Het begint al met hoe je de foundation aanbrengt. Breng niet gewoon één dikke klodder aan op je wang en hier een dikke klodder en hier. Want dan maakt het moeilijker om te blenden. En tegen de tijd dat je het allemaal op hebt gedaan en je je spons of kwast pakt, is het al een beetje in je huid getrokken op die ene kleine plek. En dan wordt het heel moeilijk om het uit te smeren. Pak gewoon een beetje op je vinger en stip gewoon een paar stipjes op je gezicht. En vooral als je een hele dikke foundation gebruikt zoals deze, doe je niet te veel. En dan pak je je beauty blender of een kwast, wat jij het fijnst vindt. En dan ga je het gewoon allemaal zo indrukken. En je moet het echt heel goed uitsmeren. Denk niet gewoon van oké, hup hup hup, ik ben klaar. Want dan blijft het echt te dik op je huid zitten. Echt gewoon een van de meest gemaakte fouten is gewoon dat mensen het niet goed blenden. Ze blenden niet goed uit. Ze blenden niet lang genoeg. Je moet ook wel echt eventjes blenden totdat je echt goed ziet dat het soort van in je huid gaat. En niet er meer zo op zit. En blend het echt uit elkaar. Ga niet heel op één plekje zitten blenden. Let ook heel goed hier bij je kaak. Blend het een beetje door op je nek. En ik stop echt pas met blenden als ik het er egaal uit vind zien. Nou, ik heb nou denk ik wel genoeg geblend. Dan pak je een beetje papier en die doe je om je blender heen. En dan ga je nog één keer hiermee een deppen op je gezicht, zodat al het extra eraf gaat. Dit hoeft gewoon één keer. Je gaat gewoon één keer even overal overheen. Dit is gewoon net dat beetje extra wat helemaal niet op je gezicht hoeft. Dit is er nou afgegaan. Als je nou verder wilt gaan met een cream product, zoals een cream bronzer of een cream highlighter of whatever, dan doe je dat nou. Je gaat niet eerst poederen en dan die creams opdoen. Poeder moet altijd op cream. Ik ga even contouren met mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201. Nou, ik ga verder geen cream producten meer gebruiken, dus ik ga het nou afpoederen. Ik gebruik mijn L'Oreal True Match poeder en een fluffy kwast en ik ga er gewoon licht overheen en echt heel lichtjes afpoederen. Gebruik niet te veel poeder, want ook dit kan zorgen voor een heel dik, vies gezicht. Ik ga even snel mijn neus contouren met mijn NYX Contour Palet en ik gebruik deze kleur. Nou ga ik even baken met mijn Beauty Bakery Translucent Powder. En ik
laat mijn bake er even een minuutje op zitten. Nou, ik heb mijn bake er een minuutje op gelaten. Ik ga het er nou even afhalen. Nou, als je dit allemaal hebt gebruikt, moet je het even gaan zetten met MAC Fix Spray. Ik raad echt deze van MAC aan. Dit is geen setting spray, mensen. Veel mensen doen dit aan het einde van hun make-up en denken dat je make-up dan echt de hele dag blijft zitten door dit. Dit fixt je make-up, maar laat het niet extra lang zitten. Daarvoor moet je echt een setting spray hebben. Als je echt vaak last hebt van een heel cakey gezicht, is deze stap echt een must. Echt, haal deze MAC Fix Spray. Hij is 20 euro. Je kunt hem halen bij Douglas en gewoon bij MAC. Heb je iets van, ja nee, ik vind dit toch te duur, dan kun je ook deze halen van Elf Cosmetics. Kun je gewoon online halen en die lijkt heel veel op deze, maar voor een stuk minder dure prijs. Ik ga nou even verder met mijn make-up en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb me helemaal opgemaakt. Nou komen we aan bij de laatste stap om geen cakey face te krijgen en dat is setting spray. Ik gebruik de NYX Matte Finish Setting Spray. Dit is ook heel belangrijk, want dit is het laatste wat je kunt doen. Want nu heb ik ook blush op en highlighter en zo. En met een setting spray wordt het allemaal mooi in geheel en blijft het beter zitten de hele dag door. Ook dit is echt een must. Mocht je je afvragen wat ik op mijn lippen heb, ik heb de Kiko Smart Lipstick in de kleur 424 op. Met de Kiko Smart Lip Lotion in de kleur 525. Nou, we zijn weer even uitgezoomd. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Ik ga nog even snel alle tips en tricks heel snel vertellen, zodat je gewoon even een goed overzichtje hebt. Het is dus heel belangrijk dat je voor je make-up je huid heel goed prept. Dus je moet een hele goede skincare routine hebben. Je gebruikt altijd een primer en het liefst een hydraterende lichte primer. Foundation aanbrengen doe je echt door stipjes op je gezicht te maken en niet één dikke klodder op je gezicht te doen. Blend je foundation heel goed in. Je kunt beter te lang blenden dan te kort. En als je een spons gebruikt, moet je daarna met een papiertje om je spons alles wat er extra op zit eraf halen. Je doet creamproducten altijd onder poeder, niet andersom. Dus ga eerst te werk met al je cream dingen en doe dan pas poeder. Na foundation, concealer, eventueel contouring en poeder, doe je even snel een fixing spray op je gezicht. Gebruik nooit te veel poeder. En als laatste setting spray. Dit is echt een must. Dit moet je echt doen. Je gaat echt verschil zien. Als je dit normaal niet deed en nu wel gaat doen, je gaat echt een verschil zien van je make-up en hoe lang het blijft. Nou, dit waren dan even snel alle tips en tricks uitgelegd. Ik ben trouwens helemaal vergeten om concealer op te doen. Dit heb ik echt nog nooit gehad, maar op zich is het wel oké, ook zonder concealer. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan allemaal hieronder. Laat ook een leuke reactie achter. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Die komt zaterdag. Doeg!